ben Erik Waagmeester, slager bij Slagerij de Wit. Ik ben begonnen in het slagersvak dat ik 15, net 16 was. Als je jezelf opgeeft voor het slagersvak, dan moet je op zoek naar een leerbedrijf. Zodoende ging ik bij Slagerij de Wit aan de gang en dan werd ik echt gegrepen door het slagersvak. Ik bedoel, hier zie je geen maaltijden, hier zie je vlees. En dit is ons vak. Nu ben ik dus inmiddels 5 jaar ondernemer en dus eigenaar van Slagerij de Wit. Het gebouw waar we hier al in werken is al 100 jaar een slagerij. En in die 100 jaar wordt nog steeds het hele dier van kop tot staart verwerkt. Mijn inspiratie haal ik vooral uit toch de samenwerking met diverse chef-koks. En juist door die samenwerking bedienen we diverse klanten, zoals het Rijksmuseum zelfs. Ik zie de worstmakerij heel graag als mijn speeltuin, om nieuwe dingen te bedenken, te ontwikkelen. En dat Cornuit bij me kwam met hun idee om iets te gaan maken, begon ik eigenlijk bij het bier. Er zit een hele mooie hopsoort in, zoals de cascadehop, die heel mooi bloemig is. En die wilde ik eigenlijk uitlichten in het worstje. Hij heeft een mooie consistentie. Het zal echt een heel leuk worstje zijn en vooral zeer lekker in combinatie met het mooie biertje Cornuit. Kijk, dat komt beter in de richting.